de 5 dagen voor kerst nu. Zeg maar, dat zijn wel de drukste dagen. Mensen zijn volop aan het schrijven geweest, vooral in het weekend. Dus dat is, daarom treffen we nu al een van de drukste dagen. Omdat we nu de kerstbuslichting van maandag hebben, zeg maar. Dus daar zit het weekend bij. Dus dat zal wel een van de drukste dagen is nu wel, denk ik, hier. En daarom draait het postsorteercentrum van PostNL in Den Bosch deze week 24 uur per dag door. Want de Nederlanders versturen 100 miljoen kerstkaarten. 20 miljoen daarvan worden hier verwerkt. We merken wel, ten opzichte van de voorgaande jaren, merken we wel een teruggang. Maar ja, ik heb toch het idee dat de mensen tegenwoordig toch wel zeggen van nou, het social media, een kaartje vind ik niet zo leuk. Ik vind een zichtbaar kaartje leuker. Dus ik denk dat we dat uiteindelijk toch gaan winnen. De oude kerstkaart is dus nog altijd populair, maar ook de cadeautjes onder de kerstboom ontbreken niet. In Waalwijk, bij Doc Data, worden deze week 14 bestellingen per seconde verwerkt. We draaien ongeveer 22 uur per dag door. Dan hebben we 2 uurtjes rust per nacht om even te recupereren, de technische diensten werk te laten doen. En dan gaan we weer door. Zo kunnen er 380.000 producten per dag van onder andere bol.com en de Bijenkorf worden verwerkt. En dat is meer dan met Sinterklaas. Waar je bij Sinterklaas bijvoorbeeld veel cadeautjes ziet voor kinderen, zie je bij kerst wat meer de luxere artikelen. Dus meer mooi en gezond, maar ook meer parfum of een sieraad of een mooie telefoon. Dus dat verandert wel. Zo gaan er miljoenen kerstcadeautjes vanuit Waalwijk het land in. Als je ziet dat het 2 weken voor kerst toe gaat nemen en we draaien er per dag boven de 100.000, ja, dan gaan er gewoon miljoenen het land uit.